Dus Wim heeft een oplossing met een extra zak. En het gewicht wordt 16,8. Perfect. Oei, 20. 20 kilo met kaas. Met 20,4. Water. 50 kilometer is perfect doenbaar in de flyable window die we hebben. Dus we hoeven helemaal niet snel te vliegen. Dus maximaliseert uw plafonds elke keer. Als plus 1 omhoog gaan is het op 2800, dan blijf je rustig doordraaien. Totdat je 3000 haalt, of weet ik veel wat dat plafond zal zijn. Met een plafond van 2005 kunnen we die route ook vliegen, dat is geen probleem. Sommige bergen zijn hoger, maar sommige dagen vlieg je naast een berg in plaats van boven een berg. Sst, niks zeggen. Het is nog de eerste dag. We gaan ons hier niet te moe maken, hè. De eerste dag. We gaan op vol bief en we nemen mee pistachenootjes, worst, de glazen pot honing, een blok kaas en een zakje brood. Voilà, zeg, groot mee. Als we aan 2500 zitten, vertrekken we op Glide naar het eerste waypoint. De laatste die we hier nog hebben is Winrapé met de groene Arak. Die is goed bezig om zijn hoogte op te bouwen. En ik steek door op 1500 meter achter de rest aan. Oké, iedereen kan doorsteken naar Willem dan, en dan hebben we een beetje beter XC-ritme. Matthijs, als je hoogte nodig hebt, links van u knalt het omhoog, 100 meter naar links. Twee zweefvliegtuigen steken de vallei over voor ons. Lachen Willem, je wordt gefilmd. Yeeha! Willem, Lode, Rosan, Robin. Nee, dat hoeft niet. Ik draai wel even mee. En hier hebben we Carlien. Oh. Sorry Jorin, dat heb ik niet gezien. Is dat niet voorbij dat ik had. Robin, Wim heeft daar juist gezegd dat hij nog aan het scratchen was. Hopelijk raakt hij eruit.
door en ik stijg plus 2,5. Onze lieve Heer Hemelvaart is hier. Amai. Yank it around, yank it around. Pieter, hou je klaar om je handjes omhoog te doen, want het is een stevige bel. Maar heel rustig als je erin zit. Carlien zegt net dat het vandaag een mooiere dag is. Daar hebben we ook Joren achter ons zitten. Rosa, Pieter en Matthijs. Willem ook te draaien naar rechts, natuurlijk alweer. Merci Joren, ik kom naar u. Ja, Joren zit in die bel, die ligt naar rechts gedraaid, dus dan moet ik naar rechts volgen. Ja, die plus 4 van Joren die heb ik niet gevoeld. We gaan even door tot bij Rosan en Carlien. Mocht naar rechts draaien, Pieter, je moet hier niks aantrekken van mijn links gedoe. Gewoon naar rechts gaan. Come on.
bedankt, Pieter. Ja, plus 3,5. Blijf draaien. Sweet! Het gaat overal goed omhoog. Boven mij, heel hoog, zit Robin. Matthijs is hier, die dat gat ingetoken. Ik weet niet waarom. En daar hebben we Tel am Zee, het einddoel van de Red Bull Excellus. Misschien dat we vandaag nog piloten zien toekomen daar. Ik probeer tot aan de wolk te geraken en dan gaan we naar de kampeerplaats. Het niveau in mijn plaats, dat stijgt. Boven mij hangt Robin, daar Rosanne, Carlien en hierachter is Joren een beetje aan het spelen. Beneden, diep in de vallei, voor mijn voeten nu, hebben we nog Matthijs. Die is wat aan het uitzakken en links van mij hangt Bode. Het zijn zeer genereuze bellen, plus 3,5. Staan we met Robin. Jeeha! Jullie worden allemaal gefilmd, lachen. Matthijs vliegt nog, die is zich omhoog aan het krabben in een kommetje. Goed bezig Matthijs, rustig ronddraaien. Ik ga er hieruit. Ik ga landen aan de kampplaats. Ik heb gehoord dat daar een frietkraam staat en broodpizza's zijn. Houd een nulke. Voor mij valt het mee, ik kreeg daar juist een duwke, maar dat gaat. Ik probeer mij onder die boerderij neer te zetten bij die koeien. Het is voorlopig wel nog thermisch, ik heb moeite om te zakken.
Robin, laat ze even weten of je oké bent. Bram, veilig land. Ik heb mij tegen de flank aan laten duwen een beetje. Zij wint. Van Houtgaarde, perfect. Willem, je kunt ook doorsteken naar daar. Daar is ook plaats genoeg om te landen. Van Houtgaarde, perfect. Je kunt binnenkomen, denk ik. Laat u maar tegen de flank aanslepen. Je vliegt nu met heel lichte tegenwind. Goed gedaan van Houtgaarde. Goeie Willem. Perfecte landingen. Pak uw snel uw scherm in een bolletje, dan heeft de volgende terugplaats. Jeeha! Inderdaad, jongen. Fucking hell. Ja, leuk. Probeer goed laag aan te komen aan de boerderij. En dan u naar boven te laten slepen. Mooi Carlien, mooi Lodde. Nee, heeft Lodde iets laten weten? Heeft Lodde iets laten weten? Nee, maar het band moet direct worden. Ah ja, oké. Okay. Zal wel goed komen. Voorzichtig Carlien, alles wat je filmt. Inspectie van de tenten. Ik weet nog niet dat tent op die inspectie. Oei. Matthijs heeft een stukje gemaakt, te hard gevlogen en daardoor tent stok gebroken. Inspectie. Oh ja, alles in orde. Tent mooi opgeruimd? Ja. Dan is het goed.